Het zijn kleine woningen. Het zijn ook geen energiezuinige woningen. En we kijken naar de toekomst en we willen daar nieuwe sociale huurwoningen bouwen en ook wat meer sociale huurwoningen. Waarschijnlijk worden er twee flatjes van uh, drie verdiepingen hoog. De mensen die nu aan de acacia Laan wonen, waar gaan die naartoe? We geven ze een terugkeergarantie in de nieuwbouw. en Daarnaast hebben wij voldoende, met name oudere woningen beschikbaar om mensen passend te huisvesten. We gaan ze daar persoonlijk voor begeleiden. En dat doen we heel intensief. De bewoners hebben een brief in de bus gekregen. Kort samengevat: Uw huis gaat gesloopt worden. Daar waren ze erg verontrust over. Vanwaar is gekozen voor deze. beetje botte communicatie? We snappen de onrust. Maar het is niet onbekend. Deze sloop maakt onderdeel uit. van het convenant voor het Keizer Karelpark. Daarin is in 2009 al vastgelegd dat deze woningen. Vervangen worden door, door nieuwbouw. Um, we hebben het ook toen al gezegd, en we zijn toen bij alle mensen langs geweest, van ja, het zal nog een paar jaar duren en nu gaan we richting die vervangende nieuwbouw. Waarom bent u niet opnieuw bij de mensen langs gegaan? U, u praat over vijf jaar geleden, dat is uh, geschiedenis. Ja, het, het is een brief geweest om mensen uit te nodigen voor een bijeenkomst, om ze heel goed bij te praten over wat de plannen zijn en welke rechten zij hebben. Het is niet een brief geweest van en we gaan in woning slopen en dat is het. Nee, het was heel duidelijk een uitnodiging om met ons in gesprek te gaan en ook hun mening daarover te horen. En wat is de trend bij dit soort verbouwingen? Dat de huren gelijk blijven of dat ze omhoog gaan? Nou, vaak kom je in een betere woning te wonen, die energiezuinig is, dus waarbij je kunt besparen op je energierekening. Maar door het comfort en de omvang zijn vaak de huren wat hoger. Nu snappen we best dat daar af en toe uh, problemen zijn om dat te financieren. Nou, daarvoor is ook huurtoeslag. En we kijken ook hoe we de mensen op de juiste manier opnieuw kunnen huisvesten, passend bij hun inkomen.